De controle is aangekondigd. Vanaf 6:30 haalt de politie alles uit de kast. 37 politiemensen staan op de N313 bij Aalten. En die plek is een bewuste keuze. Ja, dit is vanaf de camping moet men deze kant op gaan. En we willen graag dat mensen die onder invloed van alcohol rijden hier stoppen. Eerst nuchter worden en dan verder het land in kunnen trekken. Ja, wel goed denk, want als je echt te veel gezopen hebt, dan... ik vind het goed dat ze controles hebben hier. Ik heb gisteren wel een paar biertjes op, ja. En toen dacht jij? Wat, nu? Nou ja, je wist dat er controle kwam, dus dacht jij? Ik dacht, mijn leven gaat zijn best doen en hij heeft het gehaald, dus... De agenten merken al snel dat veel bestuurders net op die grens zitten. Die mogen doorrijden. Maar ja, zoals je altijd ziet, vroeger of later lopen mensen tegen de lamp. Nu blaast er veel. Deze bestuurder, die we op zijn verzoek onherkenbaar hebben gemaakt, krijgt een procesverbaal en mag een paar uur niet rijden. Ja, ben je verrast? Ja, eigenlijk wel. Want? Ja, ik dacht dat het wel ging. Durf jij te zeggen hoeveel je gedronken hebt? Ja, niet. Dat weet ik niet. Het ging wel. In totaal krijgen 25 bestuurders een boete omdat ze zijn betrapt met te veel alcohol. En waren 2 zo dronken dat hun rijbewijs is ingevorderd.